zich heeft kloosterleven geen nut of geen zin. Je leven, dat staat werkelijk nergens op. Het kloosterleven houdt niet op bij de muren. Het klinkt een beetje paradoxaal. Aan de ene kant krimpt je leven in. En aan de andere kant verwijt het zich enorm. Je bent gewoon nog te jong om eigenlijk je vader te missen. Het heeft voor mij in ieder geval te maken gehad met een hele grote afwezigheid in mijn leven. Ik had eigenlijk als kind altijd heel sterk het gevoel dat God heel dicht bij mij was. En met dat mijn vader overleed, en mijn vader dus heel ver weg was, ging ik echt beseffen dat de hemel misschien wel heel ver weg moest zijn. Dat het zo onbereikbaar voor mij was. Ik, Emmanuele Sipkema, geboren de 23e december 1960 te Workum, toegetreden tot de katholieke kerk en gevormd de 10e april 1987 in het Sint-Liobe-klooster te Egmond in het bisdom Haarlem, beloof heden voor het aanschijn van God en zijn heiligen, waarvan de relieken zich hier in het klooster bevinden. Ik vind die verdeling eigenlijk nog niet zo mooi. Nee, die, het is zo mooi als je inderdaad de rand... Als je deze lijn aanhoudt. Ook, ja. Dat hij iets rechter kwam. Dan ben je wat vergeten. Oh ja. Dan schrijf ik nog een keer over.